De pittoreske Sint-Laurentiuskerk in Eename is een vroeg-Romaanse kerk die rond het jaar 1000 werd gebouwd. Ze staat gekend als een van de oudste kerken in ons land, want bij de restauratiewerken in 1992 werden er muurschilderingen in Byzantijnse stijl blootgelegd. De oudste muurschilderingen uit de Benelux. De Sint-Laurentiuskerk in Eename heeft dus redenen genoeg om komende zondag de kerkdeuren open te zwieren tijdens Open Kerkendag. Het is een Ottoense kerk, dus in ons streek is dat een zeldzaamheid. Maar het mooie aan die kerk is dat het is een mooie architectuur is. Het is een sobere kerk. De barokke elementen die er vroeger in zaten, die zijn praktisch allemaal verwijderd. En dat is zeer bewust gebeurd. We zouden dat ook graag zo houden. Want soms gaan de stemmen op om bepaalde elementen die er vroeger in stonden, terug te integreren in de kerk. Maar ik denk dat je ze moeilijk mooier kunt maken dan dat ze nu is. Tijdens opgravingen in het jaar 2000 tot 2002 achterhaalden archeologen dat de site rondom de kerk ook een Romeins verleden heeft, lang voor de Sint-Laurentiuskerk gebouwd werd dus. Er werden tal van vondsten boven gehaald, maar die verdwenen al even snel weer in een depot, zonder ze ooit aan het grote publiek te tonen. De Open Kerkendag komende zondag is dan ook een ideaal moment om de unieke archeologische vondsten uit de Romeinse periode te komen bewonderen. Dit is Romeins aardewerk dat we gevonden hebben hier in de kerk. Dus bij de opgravingen bleek onder de fundering een Romeinse akkerlaag nog tevoorschijn te komen, waar nog een tal van objecten zijn uitgekomen, waaronder deze pot, maar ook enkele fibulae die hier ook iets verderop in de mini-tentoonstelling te bekijken zijn. Deze komen wel vaak voor in deze streek, dit type pot van grijs aardewerk. Het is Romeins en dat is te dateren meestal in de eerste eeuw na Christus. Ook deze minuscule fragmentjes van muizenskeletten behoren tot het archeologische verleden van de kerksite. Tijdens de godsdienstroebelen, eind 16e eeuw, heeft de kerk een aantal jaren, 7, 8 jaar, leeg gestaan. En dan hebben die blijkbaar vooral veel uilen hun onderdak gevonden en moeten zij hun buikjes goed gevoed hebben met muizen. En bij de opgravingen zijn de braakballen van die uilen ook uit de grond gekomen, hebben ze dat kunnen ontleden. En dat geeft toch ook weer een beetje een beeld weer van de geschiedenis van de kerk. Het was niet altijd bij zijn vree natuurlijk doorheen de geschiedenis. En het is zo, ook weer een klein detail die eigenlijk wel een verhaal vertelt van hoe de geschiedenis gelopen is van de kerk. De archeologische vondsten en natuurlijk ook de Sint-Laurentiuskerk in haar geheel kan je komende zondag bezoeken tijdens de Open Kerkendag. Een gids geeft je tekst en uitleg bij de historiek van de kerk, maar je kan ook zelf de handen uit de mouwen steken tijdens een workshop herverpakken van archeologische objecten. Zo kan je ze verzekeren voor de toekomst en leren ook onze achterkleinkinderen hun eigen geschiedenis misschien wel kennen.